Vandaag in het hart van Brabant Nieuws, horecaondernemers doelwit van witwaspraktijken. Wie oh wie wil er een gratis plantenstekje? Horecaondernemers worden gewaarschuwd voor zogenaamde criminele weldoeners. Criminelen die geld verdienen met drugshandel of illegaal gokken zijn op zoek naar een manier om hun inkomsten wit te wassen. Nu veel horecaondernemers het financieel zwaar hebben, proberen slimme criminelen onder het mom van een reddingsplan in horecagelegenheden te investeren. Omdat het gaat om geld dat is verdiend met illegale activiteiten, kan dat grote gevolgen hebben voor ondernemers die met de criminelen in zee gaan. Koninklijke Horeca Nederland laat desgevraagd weten de signalen te herkennen, maar kan op dit moment nog geen cijfers geven over de omvang van dit verschijnsel. De komende dagen geldt op verschillende delen van de ringbanen een tijdelijk parkeerverbod. Deze week worden namelijk de regenkolken schoongemaakt. Zo is het op dinsdagochtend niet toegestaan om te parkeren langs een deel van de ringbaan West en is op woensdag en donderdag ringbaan Oost aan de beurt, waardoor automobilisten op zoek moeten gaan naar een andere parkeerplaats. Fenneke en Guus zorgen voor meer groen in de stad door hun initiatief Voor Je Stek. Voor hun huis hadden ze een bak vol met stekjes neergezet en wie langsliep mocht er gratis eentje meenemen naar huis. Inmiddels zijn de twee al vele stekjes armer en hebben ze ook anderen aangestoken met het Voor Je Stek virus. We hebben denk ik, net als heel Nederland, ineens genoeg tijd. Dus we hadden bedacht, laten we de tuin eens even opknappen. Zoals denk ik heel veel mensen hebben gedaan. En we hadden in onze tuin heel veel aardbeienplantjes nog staan. En we dachten, ja, we hebben er geen plek voor. Dus ik dacht, laten we die gewoon op straat zetten voor mensen om te pakken. We merkten gewoon dat mensen het echt heel leuk vonden. En ja, iets wat misschien heel klein is, gewoon een plantje in een potje, dat mensen echt dachten van wat leuk, wat lief. Dus wij keken uit het raam naar beneden heel vaak. En sommige mensen gingen ook met ons praten. En die keken naar boven van oh, wat leuk, dankjewel. Kinderen reageerden er heel leuk op. Het enthousiasme van Fenneke en Guus bleek aanstekelijk. Want inmiddels zijn er ook op een hoop andere plekken in de stad bakken met stekjes aangetroffen. Iedereen was gewoon super positief erover. En waardoor anderen ook ons begonnen te contacten van hey, wat gaaf, hoe kom je op dat idee? Ja, omdat het gewoon simpel is. En ja, andere mensen begonnen het eigenlijk uit zichzelf al een beetje te doen. En toen dachten we van, wacht eens eventjes. Misschien moeten we hier wel even een dingetje van maken. Instagram aangemaakt, Facebookpagina aangemaakt. En in eerste instantie kwamen we, ja, nou wat, gewoon wat vrolijke, positieve post. Begon het een beetje binnen te druppelen. Ja, en toen begon het balletje wel een beetje te rollen. En niet iedereen beschikt over planten om zomaar weg te geven. Daarom hebben Fenneke en Guus een nieuw idee bedacht. Het is voor sommige mensen wel misschien nog een beetje nieuw of zo. Of die denken misschien ik kan helemaal niet stekken. Of ik heb helemaal niet planten die ik kan stekken. En het is wel de bedoeling dat het eigenlijk iets is wat je kan doen gewoon met de spullen die je al hebt. Dat vinden we ook heel belangrijk. Het is niet zo dat we mensen aanmoedigen om planten te gaan kopen en die weg te geven. En op die manier dachten we dan gaan we gewoon pakketjes maken waar eigenlijk alles in zit wat ze nodig hebben. Dus een zaadbakje. Potgrond, zaadjes en een leuk briefje erbij. En we doen het allemaal in een tasje en die brengen we dan naar verschillende mensen toe. Ondanks het grote succes van Voor Je Stek willen Fenneke en Guus meer. Daarom hebben ze een ander plan bedacht om meer Tilburgers aan de planten te krijgen. Wat wij eigenlijk heel graag zouden willen doen is dat we het wat breder laten dragen in Tilburg. En daardoor zouden wij heel graag willen samenwerken met andere, met name maatschappelijke initiatieven. En daarnaast zijn we ook heel erg benieuwd of er meer ja, groene initiatieven in Tilburg of groene bedrijven hierbij aan willen haken. Zodat we ja, gewoon meer groene, meer planten kunnen verspreiden en een hoop meer positiviteit als het goed is.